Een kerstkind voor Cherokee. Een hoorspel van Gert Weiman naar een verhaal van O. Henry in de vertaling van Katja Spiedijk-Ernst. Je leeft dus nog. Ja, goed gezien. Heb je post voor me? Nee, niks. Verwacht je de Arizona News soms voor de beursberichten uit New York? Die 10 cent hou ik in mijn zak. Kranten lees ik voor niks in het Lucky Strike Hotel. Dat is niet bepaald voor niks. Dat kost je minstens een borrel. Die neem ik toch wel. Ga je die even mee? Dan breng ik eerst mijn paard even onder het dak, anders zit het straks onder de ijspegels. Kom. Nog 2 whisky, Tom. Voor meneer Vuller en voor Trinidad. Komt in orde, Dexter. Ik met water graag. Goed, meneer Vuller. Waar heb je toch zo lang gezeten, Bolvee? We hebben geen 4 weken post gehad. Heeft niemand anders hier de post gebracht? 1 keer, ja. Een stokoude kerel die onderweg de helft van de post verloren had. Hij leek wel een dierenvriend die een stel vogels uit een kooi loslaat. Zoals hij die brieven liet fladderen. En wij maar rapen. Tje, een bank in Albuquerque die bood me $300 aan. Als ik een geldtransport naar Californië wilde begeleiden, dat heb ik natuurlijk niet afgeslagen. In Albuquerque zijn een hoop goede baantjes te krijgen tegenwoordig. Sinds ze daar goud gevonden hebben, smijten ze gewoon met de dollars. Hoeveel kroegen zijn er wel niet intussen? Ja, 5 geloof ik. Zeg, nou geef ik jullie te raden wie ik eergisteren in Albuquerque gesproken heb. Nou, wie dan? Cherokee. Werkelijk? Ja. Dus daar is hij blijven hangen. Zeg, hoe maak je het? Geweldig. Die kan zijn geluk niet op. Ze zakken puilen uit van het geld en die loopt in de duurste kloffies rond die maar te krijgen zijn. In Mary Poses, daar stuit hij bovenop een goudader van 3 voet dik. Die hij voor $100.000 aan een of andere maatschappij verkocht heeft. Oh, het is hem gegund, hè? Hier wordt hij minder gelukkig. Cherokee. Wie is dat? Die naam heb ik meer gehoord. Dat is de man aan wie wij onze rijkdom te danken hebben. De stichter en grondvester van Yellowhammer, zo gezegd. Ah. Hij is hier weggegaan vlak voor uw vrederechter werd, meneer Vuller. Oh. Hij was de eerste die hier in de buurt naar goud kwam zoeken, samen met zijn ezel. En terwijl die arme ezel stenen en dorens frapt, haalde hij met zijn pikhouweel plotseling een kom goud uit de grond. Zo. Nou, toen heeft hij zijn claim afgebakend en grootmoedig als hij is, stuurde hij al zijn vrienden een uitnodiging. Allemaal moesten ze komen en in zijn geluk delen. Na 14 dagen viel hij hier gewoon over de gouddelvers. Wel 1000, zo vlug had het nieuws zich verspreid. Waarom is hij dan weggegaan? Zijn mijn was uitgeput. Toen de eerste barak overeind stonden en we de plaats Yellowhammer gedoopt hadden, hebben we met z'n allen een horlogeketting cadeau gedaan van klompjes goud. Vanaf dat ogenblik heeft hij geen korrel goud meer gevonden. Zelfs zijn drankschuld kon hij niet meer betalen. We hebben hem met z'n allen uitgeleide gedaan. Ik had niet gedacht dat we ooit nog iets van hem zouden horen. Nou, als het hem dan zo goed gaat tegenwoordig, had hij ook wel eens op zijn paard kunnen gezien om te kijken hoe zijn oude vrienden in Yellowhammer het maken. Dat zal hij ook. Wacht toch even. Weet je wat Cherokee het eerst van al gekocht heeft? Hmm? Een jas van zeehondenbont en een rode slee. Nou en? Ja, komiek idee vind ik. Verder liet hij me zijn kamer zien. Die was helemaal volgestouwd met allerlei rommel voor kinderen. Trommels, fluiten, koppen en beesten. Had ik als kind ook allemaal? Ja hoor, jouw mond werd door een gouvernante volgestopt met eten. Hebben we ook al 100 keer gehoord. Zeg, wat is Cherokee eigenlijk van plan met al die troep? Wil je soms een winkel beginnen in Albuquerque? Nee. Hij wil met kerstmis alles op zijn slee laaien en een enorme uitdeling organiseren onder de kinderen. De kinderen van onze stad hier wel te verstaan. Hé? Mijn beste kerel, heb je dan niks gezegd? Nee, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. In onze stad zijn geen kinderen, voor zover ik weet. Zo is het. Ja, niet één? Moet je luisteren. Hij had die hele troep al gekocht. En hij straalde gewoon van geestdrift voor zijn eigen idee. Dan kan ik toch niet... Ik ben stom verbaasd over het verkeerde idee dat Cherokee van onze stad heeft. Begrijp ik ook niks van. Hij weet toch ook dat er hier maar 3 vrouwen zijn? Ja. De Spangler Sisters van de Transcontinentale Comediespelers en de vrouw van de vrederechter hier. Die heeft hij niet eens meer meegemaakt. Allemaal zonder kinderen. Ja, het wordt nog veel mooier. Cherokee heeft bovendien een pruik, een baard en een rode muts gekocht om zelf voor kerstman te spelen. He? Dan vraagt hij of jullie met kerstmis een boom willen versieren. De vrouwen moesten jullie maar helpen. Rare ideeën heeft die man. Wanneer is hij dan van plan om te komen met die speelgoedwinkel? Met kerstmis?
'Smiddags. Oh, een geschikte ruimte voor dat feest hebben we wel. Toms nieuwe opslagloods. Daar kan een heel weeshuis in. Ha, ik zie het al. De Spengler Sisters als kerstengeltje. Met niks als een hemd dan. Kennen jullie dat liedje op een stille kerstavond? Ik bet dat het een dolle avond wordt, het kerstfeest. Zonder kinderen. Die bent u blijkbaar al vergeten, heren. Is dat de kerstboom? Ja. Maak hem een beetje korter. Anders kan hij de loop zien. Zo. Ja. De hoogte zal dan wel goed zijn. Ik zal hem nog wat snoeien, dat hij mooi spits toeloopt. En een voetstuk maken. Zeg, over 5 minuten komt het vrijwillige kerstcomité bij elkaar, bij mevrouw Vuller. Alweer? Alles is toch tot in de puntjes geregeld? We hebben toch nog geen kinderen? Maar verder hebben we alles. Tom heeft een zak noten gebracht. En de Spengler Sisters offeren een deel van hun uitrusting op om er versierselen van te maken. Als ze maar geen veren boa in de boom hangen. Ze zijn tot alles in staat, ik weet. Heb je nog een ander voorstel, Texas? Ja, mevrouw Vuller. We gaan gewoon naar Denver en halen het weeshuis leeg. Nee. Nee, dat is te laat. Daarvoor hebben we een week nodig. Heen en terug. Zeg, ik denk opeens aan die handelspost bij de Blackwater Pass op de weg naar Nevada. Hm? Smith heet die man die allerlei rommel aan de Indianen verkoopt. Ik heb gehoord dat hij kinderen heeft. Ja, een stuk of 6, 7 geloof ik. Dat is onze laatste kans. Texas? Ja? Trinidad? Als jullie meteen gaan, dan kan je nog net op tijd terug zijn met de kinderen. Denk je dan dat het iets uit zal halen? Ik betwijfel het. Ik kan me niet voorstellen dat die man zijn kinderen zomaar aan hen meegeeft. Wilt u niet meegaan, mevrouw Vuller? Ik zal zelf meegaan, Anna. Oh, ja. Aan mij, de vrederechter, zal hij zijn kinderen wel toevertrouwen. Bovendien, ik kan van mezelf zeggen dat ik nogal wat diplomatieke gaven bezit. We moeten ook een wagen meenemen om de kinderen te kunnen vervoeren. Dat zal me werkelijk verbazen als het lukt. Jawel, 7. 3 jongens en 4 meisjes. Al gaf u ons maar een paar van mee. De oudste bijvoorbeeld. Wij garanderen u dat u ze de dag na kerstmis gezond en gelukkig weer terugkrijgt. Ja, wij bevinden ons namelijk in een dwangpositie. De man die de uitdeling bedacht heeft, is een van onze vooraanstaande burgers. De stichter van onze stad, zogezegd. Morgenmiddag komt hij met een slee vol speelgoed. Trommels en fluiten. En een heleboel andere fijne dingen. Het is absoluut onmogelijk om dat nu nog te verhinderen. Zou even goed zonde zijn, Hit. En mijn vrouw zal persoonlijk voor het welzijn van de kinderen zorg dragen. Wij garanderen dat elk kind een kerstcadeau mee naar huis brengt van minstens $10. Nou, ik ben wel arm, maar ik zou het toch niet weten. Als ik mijn kinderen zo eens naga, stuk voor stuk, dan zou ik er niet één kunnen aanwijzen om aan u mee te geven. Mijn vrouw heeft allerlei lekkere dingen gebakken en een paar lappenpoppen gemaakt en alles al in de kast verstopt. En de jongens maken voor elkaar wat ze graag willen hebben. Zo vieren wij kerstmis, op onze eigen manier. Ons bevalt het best. En daarom heb ik ze het liefst thuis, alle 7. Jammer, meneer Smith. Erg jammer. Weet u misschien waar we hier ergens anders een paar kinderen kunnen vinden? Vanmorgen kwam hier een vrouw met een klein meisje langs. Die scheen geld nodig te hebben. Misschien laat zij zich overhalen. Als u de wagen hier laat en uw paard de sporen geeft, dan haalt u er misschien nog in. Nee, dat is te riskant. Wij kunnen ons geen tijdverspilling meer veroorloven. Hey, dat bedenk ik iets. Weet u waar de nieuwe spoorbaan gebouwd wordt? Ja. Die plaats heet tegenwoordig Granite Junction. Daar woont een vrouw die een kantine heeft overgenomen. Die moet een jongetje hebben. Misschien heb u daar meer geluk. Nou, dat halen we nog wel. Waar wachten we dan nog op? Ik kan u alleen maar dankbaar zijn als u Bobby mee wil nemen. Het is reuze fijn voor hem. Mm-hmm. Ja, ik ben hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig en ik heb haast geen tijd om naar hem om te kijken. Nee. Voor hem is het de enige kans om een kerstfeest mee te maken. We brengen hem meteen na het feest weer terug. Nou ja, zo'n haast is er nou ook niet bij. Oh, je hoort zelf hoe het hier toe gaat. Vooral op vrije dagen. Maar u moet natuurlijk eerst even met Bobby praten. Ja, kunnen we dat nou doen? Ja, Bobby is thuis. Ah. Ik kan hier niet weg, maar... Nou, het wijst zich vanzelf. Kijk, het laatste huis daar, ja. Ziet u? Ja. Het is rood geschilderd. Zeg maar dat ik het goed vind. En...
Ja, Bobby doet misschien een beetje vreemd. Hm? Hij heeft geen vader en hij neemt allerlei onhebbelijke dingen over van de mannen hier. Maar als u het nou een beetje diplomatiek aanpakt. Ja. Oh, hoor, nou toch eens. Ik moet weer naar binnen. Nee, ga nou maar niet door de kantine. Deze deur, hier. En hartelijk bedankt, heren. Ik hoop maar dat het uw vrouw niet irriteert dat die jongen geen vader heeft, meneer Vuller. Ze is nogal gevoelig in dat soort dingen. Nou, we hoeven haar toch niet alles aan haar neus te hangen. Die jongen schijnt niet thuis te zijn. Dan zullen we moeten wachten. Smerige boel is het hier. Ik heb mijn schoenen nauwelijks los uit die klei. Zeg, zag je dat? Hm? Wat? Daar links bij de hoek van het huis, daar zag ik wat bewegen. Laten we gaan kijken. Nee, niemand. Kijk eens, een brandend sigarettenpeukie. Hier heeft iemand pas nog gerookt. Laten we eens achter het huis gaan kijken. Niks? Hier heeft iemand naar ons staan gluren en toen de benen genomen. Blijf jij hier, Trinidad. Dan lopen Texas en ik om het huis heen. Wou u in een jaantje komen spelen hier? Ben jij Bobby, het zoontje van mevrouw Lunsen? Vraag u er ook niet het hemd van uw lijf? Ja, vooruit, dat ben ik je. Wij hebben toestemming van jouw moeder gekregen, Bobby, om een bepaalde aangelegenheid met jou te bespreken. Wat voor aangelegenheid? Het gaat over een kerstviering. Kom even binnen dan. U ziet er niet naar uit dat u bij een ander de boel leeghaalt. Ik kan me indenken, Bobby, dat jij met dat soort mensen uitstekend raad weet. Dus, wat voor soort viering? Met een boom en zo? Allicht, onze boom is minstens 17 voet hoog. Bovendien hebben we drie alleraardigste dames in Yellowhammer die zich alle moeite hebben gegeven om hem schitterend te versieren. Ik ben ervan overtuigd dat de boom grote indruk op je zal maken. Wat hebt u nog meer? Cadeaus natuurlijk. Wat voor cadeaus? Dat moet een verrassing blijven. Nee, ik kan jou iets vertellen. Dat zal je enorm plezier doen. De kerstman zal persoonlijk aanwezig zijn om zijn geschenken uit te delen. Houd toch op met die bakensprookjes. Ik ben geen kind meer. De kerstman bestaat niet. De oude lui kopen het speelgoed zelf. En smokkelen het naar binnen als je slaapt. Dat kan best, maar de kerstboom is geen bakensprookje. Hij ziet eruit of iemand er een hele winkel vol versierselen over uitgestrooid heeft. Ik kan wel een tipje van de sluier oplichten, mijn jongen. Er zijn trommels, er zijn fluiten, hobbelpaarden. Speelgoedberen. Ik wil een geweer, anders niks. Geen speelgoedgeweer, maar een echt. Waar ik wilde katten mee kan schieten. Maar dat hebben jullie natuurlijk niet. Of wel soms? Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar mogelijk is het altijd. Ga maar mee, dan zul je het zien. Nou ja, ik kan wellicht even gaan kijken. Maar als er meer kinderen zijn, en er hangt maar één geweer in die boom, is het dan van mij. Afgesproken. Dan is het jouw geweer. Bent u tevreden over ons werk, meneer Chowkey? Ik ben helemaal weg van, lieve dames. Als er feeën bestonden, zou ik bijna denken dat ik bij de feeënkoningin van Arizona terechtgekomen ben. Die bandversiering was ons idee, meneer Chowkey. We hebben onze allermooiste gordijnen genomen. Schitterend. Met al die sluiers. Het lijkt wel het interieur van een harem. Misschien kunnen we ze toch maar beter weghalen. Nee, dat zou doodjammer zijn, mevrouw Fuller. Nee. We laten alles zoals het is. Meneer Cherokee. Ja? En dit hier is onze piano. Ja, we hebben een paar kerstliedjes ingestudeerd. Prachtig, geweldig. Hoe had u zich de gang van zaken eigenlijk voorgesteld? Nou, ik had zo gedacht, hè. Eerst stelt het comité de kinderen op. Ja. Dan worden de kaarsen aangestoken en spelen Pep en Dolly een kerstlied. Ja. Dan gaat plotseling de deur open en komt de oude kerstman binnen met een zak op zijn rug. En ik wil wedden om alles wat u wilt dat hij meer dan genoeg geschenken bij zich heeft.
Och, zou u deze dozen hier nog even willen uitpakken? Ja. En wat erin zit aan de boom hangen? Mijn zak is vol, daar kan niks meer bij. Ja. Oh, dat ben je eindelijk. Hallo, Cherokee. Zo, ouwe jongen. Hallo, Trinidad. Hallo, Texas. Ja. Fijn om jullie weer eens te zien. Hoe krijgt de mens het voor elkaar, zeg? Gaat die straatarm vandaan en komt een paar maanden later terug met $100,000 op zak. Ja, na het feest zal ik je alles vertellen. We beginnen dadelijk. Ja, dat is goed. Ik hoef me alleen nog maar in de kerstman te veranderen. Hangen er soms nieuwsgierige kinderen rond buiten? Ik heb liever niet dat ze me van tevoren zonder kostuum zien. Nee hoor, ik zie er geen een. Kom mee, help me even in mijn rode laarzen. En mijn pak. Komt voor mekaar, Cherokee. Nou, die heeft het te pakken, zeg. Rode kleurtjes. Het lijkt wel een bruid. Waar heb je de kinderen gelaten? De kinderen? Ja, de kinderen. Ja, wat er aan kinderen voor aardig is, dat zit in de wagen. Oh, zou u ze dan even binnen willen brengen? Dan kan ik ze vast opstellen. Dat zal niet veel tijd kosten. Deze fles whisky heb ik ontdekt in het kerstmannenpak. Zo zie je maar, ook de kerstman moet zich soms moed indrinken. Wil je ook een slok? Wat dacht je? Ik stel me zo voor dat de kinderen me vol verwachting zullen aankijken als ik binnenkom. Met van die grote ogen. Zeg, ziet mijn pruik niet scheef? Oh, weet je wel. Zo beter? Ja, zo is goed. Zeg, vertel eens, Cherokee. Huh? Waarom ben je eigenlijk zo bezeten van die kerstviering? Het idee kwam bij me op het ogenblik dat ik die $100,000 in handen kreeg. Ik vroeg me af wat ik ermee moest met al dat geld. Sommige mensen gooien het allemaal hun familie in de schoot. Of wild vreemden als ze doodgaan. Misschien zit er van mij ook nog wel familie hier of daar in New York. Misschien heb ik wel een heleboel neven en nichten. Maar wat heb ik met ze te maken? Ze weten niet eens dat ik besta. Ik was 13 toen ik van huis wegliep. Op een goederenwagen klom en naar het westen ging. En daar ben ik al die jaren gebleven, zoals je weet. Heb je niet eens iets over een meisje verteld? Waar je mee wilde trouwen? Zij wilde trouwen. Ik had haar in Nebraska leren kennen. Ze kwam uit Canada en wilde me meenemen daar naartoe. Haar ouders hadden een café in de buurt van Winnipeg, geloof ik. Maar dat heb ik meteen afgewimpeld. Weet je wat ik tegen haar zei? Canada is van die verwaande Britten. En ik heb geen zin om een onderdaan te worden van de koningin van Engeland. En aan al die graven en lords of hoe dat gespuis ook heette, mag hun pijpen te dansen. Toen ben ik nog dezelfde dag vertrokken. Nou ja, lief was ze wel. Tio, die paard zit. Kom, Trinidad, ik wil al die kinderen niet laten wachten. Die worden maar ongeduldig en denken misschien wel dat ze voor de gek gehouden worden. Hé, hey, Bobby. In dit gebouw zal de kerstviering plaatsvinden. Wil jij even wachten hier bij de deur, dan zal ik even binnenkijken hoe ver de kerstman is. Hij bedoelt of de geschenken al uitgestald zijn. Waarom nou al die flauwe kul? Hm? Of ik die rommel nou meteen te zien krijg of over 5 minuten? Wat maakt dat nou uit? Vooruit dan maar. Dan gaan we meteen, Bobby. Je hebt misschien wel gelijk. Wat heeft dat te betekenen? Waarom brengt u niet alle kinderen tegelijk mee? Die vraag hadden we verwacht, mevrouw. Maar kinderen zoeken voor de kerstman is net zulk wanhopig werk als zilver zoeken in kalksteen. Wat doe je daarmee, Texas? Ja, het spijt me verschrikkelijk, Irma, maar dit jochie hier is het enige dat we met al onze manoeuvres bereikt hebben. Ja. Ja. Ja, ik begrijp het. Ik had het trouwens van tevoren kunnen weten. Arme meneer Cherokee. Hoe heet je, mijn jongen? Bobby. Wat een lief kind. Ach, mens, hou je mond. Wie is er hier een kind? U bent ook gewoon niet meer. Nee, daar heb je gelijk in. En jij ook niet. Je rookt al, zie ik. Wou je het me verbieden soms? Maar ik had hem vriendelijk gevraagd of hij op weg hierheen niet wou roken. Maar ik heb hem moeten beloven dat hij hier wel mag. Hè? Het zou erg lief van je zijn, Bobby, als je tijdens de kerstviering van het roken zou willen afzien. Oh, wat u er eigenlijk zo druk over maakt. Zal ik het wel laten? Dank je wel, Bobby. Ik ben zeer attent van je. Alles klaar? O, Cherokee komt daar ook. Oh, kijk, Bobby. Aan de piano. Niet in een hoekje gaan zitten, Bobby. Kom maar hier. Midden in de zaal. Dan kan de kerstman je goed zien.
De kerstman. Stop even. Waar zijn de kinderen? Hebt u ze verstopt? Vooruit, laat ze eens gauw binnen. We hebben alleen maar dit ene kind, Cherokee. Nou, ja. Dit is dus het kind. Nou, vrolijk kerstfeest, mijn jongen. Nou, vooruit, zou je de kerstman niet eens een handje geven? De kerstman bestaat niet. Je hebt gewoon een valse baard aangeplakt van geitenhaar. En een kind ben ik ook niet. We vinden het erg jammer, Cherokee. Maar geen mens hier heeft kinderen. We hebben de hele omgeving afgezocht om er een paar bij elkaar te krijgen voor vanavond. Maar dit visje hier is het enige wat we gevangen hebben. Jammer genoeg is hij atheïst en gelooft niet in de kerstman. Ik heb ook meteen gezegd dat u niet met poppen en tinnen soldaatjes hoeft aan te komen. Die man daar beweerde dat u een geweer had om wilde katten mee te schieten. Maar dat is er niet bij, zie ik. Dus zou ik nou wel liever naar huis willen. Ja, je zou de hele troep natuurlijk in een oude mijnschacht kunnen gooien. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik me daarbij had voorgesteld. Het is nooit tot mijn deur gedrongen dat er helemaal geen kinderen zijn in Yellowhammer. Zo'n ezel ben ik nou. Meneer Cherokee, ik stel voor om met z'n allen naar ons huis te gaan. Ik heb een lekkere kalkoen in de oven en nodig u uit voor een huiselijk kersteten. Ja, Dolly en Pet ook. Dat is erg aardig van je, Irma, erg aardig. Lief van me, ja. Geweldig, lief. Ja, dan kan ik me nou wel gaan verkleden. Goed, ja. We wachten op u met eten. Kom maar mee, Bobby. Mag ik niet bij u blijven, meneer Cherokee? Graag, mijn jongen. Wij komen straks, mevrouw Fella. Graag, maar dat is toch gewoon mogelijk. Ja, dat gaan we maar. Jij bent nogal teleurgesteld, niet, Bobby? Verbaast u dat soms? Maar u ook, hè? Ja. Waar kom je vandaan? Van Granite Junction. Ach, doe die muts en die baard toch af. U zit gewoon te zweten. Gelijk heb je. Ik heb het niks op die mensen die me hiermee naartoe genomen hebben. Ze wilden een bewijs maken dat u een geweer zou meebrengen. Roken mag ik ook wel niet. Als ik maar thuis ga... Je kijkt me zo aan. Wat is er? Dat gezicht van u... Dat ken ik. Oh ja? Heb je mij dan wel eens eerder gezien? Nou, weet ik niet. Maar wel een foto. Een foto van mij? Op het buffet, thuis. Op het buffet? Ja. Ja, die foto hoort van mijn moeder. 'S nachts legt ze hem altijd onder de kussen. Ik heb zelfs een keer gezien dat ze hem kuste. Ik doe niet zo gek. Mijn vrouwen zijn er helemaal zo. Hoe heet je eigenlijk? Robert Lunsen. Ah, Robert Lunsen. Waar wonen jullie? In Granite Junction? Ja, dat zei ik toch al. Heb je erg honger? Ik bedoel, wilde je met alle geweld kalkoen eten bij me vervullen? Wel nee. Je wilde er eigenlijk alleen maar uitsloven. Als je honger hebt, eet je maar wat snoep. Ik ga nou de slee inspannen en breng je naar huis. Nou meteen? Ja. Ik zal eens even gaan zeggen. Je kunt beter niet langs de kraaienpas gaan. Ik was op de heenreis al bijna onbegaanbaar. Goed. Zeg eens, Bobby. Wat doet je vader eigenlijk? Ik heb geen vader. Hoezo? Heb je hem nooit gekend? Nee, mijn moeder heeft nooit iets over hem verteld. Vrouwengeheimen. Ik geloof dat ze me in Nebraska had leren kennen. Fijn, naap ze mij dan. Hoe
Hoe oud ben je nou? 13. Ja. Doe je sigaret eens weg, Bobby. Wat? Gooi hem eens weg. Vooruit. Die andere ook. Hele pakje. Nee. Nou, goed. Voor mijn part. Zo. Gek. Anders laat ik me nooit zo commanderen. Bent u nou tevreden? Ja. Vertel eens, mijn jongen. Weet jij zeker dat je moeder de foto gekust heeft? Waar ik zo op lijk? Absoluut. Ik heb het toch zelf gezien? Vrouwen doen soms zo onwijs. Had jij het er straks niet over een geweer? Ja. Wou u me er een geven? Morgen krijg jij een geweer. Met zilverbeslag. Het is 8:00. Als we voortmaken zijn we vanavond nog bij je moeder. Op kerstavond. Heb je het koud? Gaat wel. Kom wat dichterbij. Zoon van me. U hebt geluisterd naar Een kerstkind voor Cherokee. Een hoorspel door Gert Wijman, geschreven naar een verhaal van O. Henry en vertaald door Katja Spiedijk-Ernst. De rolverdeling was als volgt. Cherokee, Trinidad en Texas, Goudelvers, Frans Somers, Paul van der Lek en uit Orizat. Meneer Fuller, een vrederechter, Paul Deen. Mevrouw Irma Fuller, zijn vrouw, Tine Medema. Pat en Dolly, Joke Hagelen en Corrie van der Linden. Boltley, een postbode, Jos van Turenhout. Een kastelein, Piet Ekel. Bobby Lunsen, Jaap Hoogstraten. Mevrouw Lunsen, zijn moeder, Nel Snel. En meneer Smith, een winkelier, Tony Folletta. De regie had Wim Paul.